Het monumentale pand Bellevue is opnieuw verhuurd. Het pand heeft een aantal jaren leeg gestaan omdat de vorige uitbater failliet was gegaan. De eigenaar van het pand, Van Herwijnen, heeft het pand begin 2000 gekocht van de gemeente Tiel. met de voorwaarde dat er hoogwaardige horeca ingevestigd zou worden. om het pand zodoende toegankelijk te houden voor alle Tielenaren. Met deze voorwaarden kon Van der destijds het pand goedkoper in bezit krijgen. Een aantal initiatieven zijn sinds die tijd mislukt. Van der Wijnen heeft tevens in de loop der tijd de wens geuit om er zelf te gaan wonen. De gemeente weigert echter tot op heden om het bestemmingsplan van het pand te wijzigen. Daarover loopt een rechtszaak. Onlangs heeft zich voor het pand een nieuwe huurder aangediend. De drie zussen, met nu twee vestigingen op het plein in Tiel, is de nieuwe uitbater. Voor de twee panden op het plein zal de huur worden opgezegd. De horeca-exploitant heeft meerdere zaken, onder andere in Veenendaal, waar het voormalig restaurant La Montagne exporteert, en de kleine tol in Meteren.